dompel ons vandaag onder in de voetbalwereld van Cambuur Leeuwarden. Eigenlijk dompel ons onder in de voetbalwereld van Henk de Jong. Hallo! Hi, kunnen jullie dat Cambuur lied zingen? Nee, dat ken ik niet. Voor ons kind natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Laat ze horen. Nee, dat wil niemand horen, maat. Nee, het wil ik een beetje Anneke. Ja. Heb we een boomskip en een lijkt aan de singel. We hebben een arkje. Het is ons ideaal. Ideaal. Cambuur. Het is natuurlijk toch ook fantastisch dat Cambuur het altijd draait wanneer er een goal wordt gemaakt. Vorige keer dat je was er een heel bierontbijt in de stad en zo? Ja, dat was tegen Heerenveen, denk ik, of niet? Spreek jij die naam gewoon uit? Ja. Hij is nog niet scherp. Wij missen in de Eredivisie Henk de Jong een beetje. Ja, hij doet het nu wel aardig bij Cambuur. Wel aardig, hij is van 11 naar 6. Ja, precies. De man, de myth, de legend. Wat een prachtig vogel, niet? Prachtig mooi mens. Henk de Jong is Cambuur. Blijf bij zichzelf. Een normale, nuchtere Fries. Prachtkeer. U bent een beetje verliefd op Henk. Ja, ik hou heel veel van die man. Wat maakt hem dan bijzonder? Oh, zoveel verstand heb ik niet van voetbal, hoor. Maar misschien heb je verstand van Henk de Jong. Ik heb hem wel eens gezien boven in de business dinges en toen een hele aardige man. Wat echt een beetje het verschil is en wat kennelijk deze spelersgroep ook heel erg nodig had, was echt een mensenmens. Hij is gewoon een beetje een soort vaderfiguur. Dan hoef je echt niet een laptoptrainer of een tactische meesterbrein te zijn. Maar ja, hij krijgt het wel voor elkaar. Ik ben zelf ook leider van het voetbalteam. Nou, daar zit hij in. Kunnen we ook niet zoveel met worden. Kijk, die man die is zo warm. Die warmte probeer ik ook bij die jongens. Dat is echt een held voor mij. Echt. Lukt dat? Ja, op laatste niveau natuurlijk. Henk, jongens, eigenlijk een beetje jouw voorbeeld. Een voorbeeld voor mij, ja, echt wel. Hele mooie trainer. Altijd positief. Echt gewoon over iedereen, alles. Altijd positief. Gewoon mooie humor, alles. Ja, je kan er niks over zeggen, maar hij heeft gewoon echt mooie humor. Je zegt er best veel over. Ja. Wat zou je aan Henk willen vragen? Nou, ik niks. Ik ook niet. Wat wordt het? Zeg dat maar. Ja. 2-0. Makkie. Ik denk 2-1. We moeten natuurlijk altijd even bij de stadionspeaker langs. Dit is mijn favoriete stadionspeaker, Rijn de Vries. Met de directie besproken. En dan, in het begin nog even een nieuwe stadion. Dan werken we even mijn opvolger in. En dan is het op één. Wel richting pensioen dus. We gaan natuurlijk ooit een keer richting pensioen. Ik ga u wel een beetje missen dan. Ja, maar ik ben er niet weg. Nee, gelukkig niet. Toen nog maar naar voren, juist. Cambuur speelt wat, waarom weet ik niet, met wat poep in de broek. Oh. Tot verdorie nou toe. Sinds Henk er is, gaat het natuurlijk weer een stuk beter. Die kan een speler vertrouwen geven en daar is hij ijzersterk in. Dat... Toch spelen ze met poep in de broek. Ja, op deze wedstrijd wel, vind ik. En? Ken je mijn leven? Ja, ik kan er prima mee leven, absoluut. Ik wil jullie volgend jaar zien in de Eredivisie, in een nieuw stadion met Henk. Sowieso, Henk de Jong, die verdient gewoon een standbeeld. Henk de Jong, olé, olé. We mogen nu Henk wat vragen. Tom, mooi dat je er bent, man. Ja, het was wel weer leuk hier. Heb je vermaakt? Ja, ja, leuke mensen. Dat zijn hier altijd, hè? Geen goed te drinken en te eten. Mooi, jongen, daar ben ik blij. En vooral die stadionspeaker ben ik groot fan van. Ja, die is uniek, hè? Ik denk dat het zijn laatste seizoen is. Ik heb een scoop voor. Gaat u ook mee naar het nieuwe stadion? Dat is wel de bedoeling. Hij wil mee nog even. Nou, dat vind ik mooi. Naar het nieuwe stadion. Hij weet dat ik heel gek met hem ben. Hier zijn ze ook gek met jou, Henk. Dat weet ik niet. Ik doe gewoon mijn best en meer kan niet. Ik heb een paar vragen van supporters voor. Is je dat goed? Ja, toch maar. De eerste is van een heel lief klein meisje. Hoeveel keer heeft hij gevoetbald? Zelf? Ja. Eigenlijk geen één. Ik had mijn kniestuk al op 19, 18, 19-jarige leeftijd. Dus ik moest stoppen met voetballen. Oké. Okay. En toen had ik mijn diploma's voor mijn 20ste. Oké, okay, wat goed. Ja, ik wil niet zeggen geleerd ben, maar het was wel zo. Ja, oké. Okay. Ja. Dan gaat die Cambuur weer naar de Eredivisie loodsen. Gaan wij promoveren? Op dit moment niet. We gaan proberen bij de bovenste 60 spelers. Daar horen we thuis. Nou, dan zien we aan het einde wel hoe het is. Ik wil ze graag Eredivisie in dat nieuwe stadion. Ja, dat zou ik. In die derby. Dat zou ik ook willen, maar als we daar spelen en we promoveren is mij ook wel goed. Ik ben van de week geweest. Wat een schitterend stadion. Ja? Echt. Kijk je ernaar? Ja, daar kijk ik naar uit. Vind ik echt schitterend. Je bent weer welkom. Hey, graag. Ja, natuurlijk. Bij de opening als kan. Ja, nou kom maar, want wat schitterend. Want dat is gelijk de vervolgvraag van veel mensen. Of je gaat blijven. Kijk, ik heb geen contract meer aan het eind van het jaar. Als Cambuur zegt, Henk, we willen jou niet meer hebben, ja, dan houdt het op. Als zij zeggen, je kan blijven, dan zijn zij de eerste club waar ik mee probeer rond te komen. Want ze hebben ook gewoon mijn salaris doorbetaald toen ik ziek was. Ah, nee. Dat hoort denk ik zo. Dan nog twee hoor, en dan ben je van me af. Nee, rustig. Ik doe het wordt geen documentaire. Maar... Leuk dat je er bent. Hoe hij het voor elkaar krijgt om al die gasten totaal anders te laten voetballen. De hele beleving anders te krijgen dan welke andere trainer hier überhaupt. Nee, ik heb geen geheim. Maar we proberen wel goed te voetballen. En daarom zit het stadion ook vol. En dat lukt niet altijd, maar dat is wel de intentie. En dat is gewoon trainen en goed op jongens passen. Ze zeggen dat hij ook heel streng kan zijn. Jawel, maar dat hoort er ook bij. Maar dan 1 seconde later ben ik het vergeten. Oh, ja, echt? Werkt dat zo bij jou? Ja, kan
ik echt. Dat is echt een mooie eigenschap. Daar blijven we niet in hangen. Kijk, we hebben ook wel eens met 9-0 verloren in de arena. Maar als ik dan heel raar over mijn jongens doe, dan gaan ze helemaal naar de knoppen. En 4 dagen later winnen we van Heracles Almelo. En 3 dagen later winnen we van Sparta. Hebben we 6 punten. En hebben we Ajax Floyd. Dus daar kan je alles verknoeien. Dus je moet altijd op je spelers passen. Want ik kan niet voetballen. Zou je hem wat willen vragen? Hoe het met hem gaat? Qua gezondheid? Ja, zeker. Gaat fantastisch. Ik ben heel blij dat ik weer gewoon trainer kan zijn. En dat ik elke dag met die jongens op veld sta. Dat ik hier bij jullie ben. Probeer ik ook uit te stralen dat ik een dankbaar mens ben. We missen jullie een beetje in de Eredivisie. We missen jou een beetje in de Eredivisie. Dus ik pleit toch voor promoveren dit jaar. Dankjewel. De rest allemaal.